Zeg, bent u ook een voetbalfanaat? Ik ben gewoon een voetbalfanaat, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik ben betrokken bij het lief en leed van Feyenoord, zeg maar. Gewoon. Ja, dus echt een Feyenoord-fan? Ja, absoluut, absoluut. Ik ben UEFA Cup ben ik in Milaan geweest. Ik heb net toen dat meegemaakt in Glasgow, in Freiburg. En dat we de UEFA Cup wonnen toen. Dortmund, nou geweldig toen op dat moment gewoon... Dat jaar ben ik nog naar uitwedstrijden geweest, dus dat vergeet je nooit meer. Bent u een Feyenoord-fan? Half. En waarom half? Omdat ik ook voor PSV ben en toch regelmatig kijk. Okay. En heeft u wel de wedstrijd van gisteravond gezien? Ja. Wat vond u ervan? Ja, ze waren even sterk en ze speelden allebei heel goed. Dus, Maar ze hebben wel verloren? Ja, jammer. Ja. Denkt u dat het nog wat gaat worden met Feyenoord? Nou, met de nieuwe trainer misschien wel. Ja, maar gisteren was de eerste wedstrijd voor die nieuwe trainer. Ja, dus daar was nog geen invloed op de wedstrijd. In een week tijd kunnen ze niks veranderen. Maar ik ben bang dat Feyenoord wel omhoog klimt. Okay. Dus u geeft Giovanni niet de schuld ervan? Nee, kunt ook niemand de schuld geven. Nee. Het is ook geluk. Okay. Nou, dank u wel. Nee. Nee. Nee, kijk, helemaal geen voetbal? Helemaal niet. Dus je houdt ook niet van Feyenoord? Nee. Nee. Dus je hebt ook de wedstrijd niet van gisteren gezien? Nee, sorry. Okay. En wat vond je dan van de wedstrijd van gisteren? Dat ze weer hebben verloren? Nou, dat ze weer hebben verloren. Kijk, ik wil één man, die wil ik heel duidelijk daar de schuld voor geven. Gewoon ook, want het is natuurlijk de schuldvraag. Hoe komt het dat het zo slecht gaat? Nou, ik heb daar gewoon een heel duidelijke mening over. Bent u een voetbalfan? Ajax. Voor Ajax? Oh, dus helemaal niet voor Feyenoord? Nee, joh. Nee? Nee. Joh. Dus u vindt het heerlijk dat ze gisteren hebben verloren? Ik wel, ja. Ja? U heeft ook de wedstrijd gekeken? Nee, hoor. Nee, dat niet. Kijk, ik heb gewoon op het film gezet. Ja, u bent gewoon op film, hoor. Op tv. Nee. Ik ben alleen fan via de televisie. Oké. Okay. Kijk je naar voetbal? Nee. Nee, dus je bent geen Feyenoord-fan? Niet echt. Nee. En waarom dan niet? Want de meeste mannen zijn toch wel voor Feyenoord en hebben wat met voetbal. Dingen te doen. Ja? Ja, geef ik u echt groot gelijk in. Ja, is het zo? Ja. Nou, mooi. Okay, wat zijn uw andere hobby's dan? Ja. Kijk, wat een echte liefde. Wat leuk. Nou, fijne dag. Meneer Van Geel heeft in het begin allemaal miskopen gedaan. Die heeft gewoon Goossens, die heeft Vormen, die heeft gewoon... Toen hadden we Gudetti, die had Pelle. Nou, dat heeft hij niet gedaan. En dat waren dan toevalstreffers. Die hebben ons de vorige seizoenen gered. Nu hebben we dit seizoen, hebben we gewoon van begin af aan... Willem van Hanegem, die heeft gezegd al van Kazim... Beertje Kallakol, dat is, we hebben geen spits. Zo mevrouw, ik heb gehoord dat u een echte voetbalfan bent. Ja. En voor welke club bent u dan? Maakt me niet uit. Nee, geen specifieke club zoals Feyenoord? Ja, Feyenoord heb ik gisteravond weer gezien. Ja, wat vond u daarvan? Nou, slecht. Slecht? En waarom? Ja, nou, waarom? Ze deden niet de best. Nee. En denkt u dat dat ligt aan de nieuwe trainer? Nee. Aan de jongen zelf. Aan de jongen zelf? Ja. Wat zou je dan tegen de jongens willen zeggen? Nou, dat ze harder moeten werken voor de centen. Ja. En u denkt dat het nog wel wat gaat worden met Feyenoord? Jawel. Denk het wel. Ja. Wat zou je dan graag willen zien? Nou, dat ze verder komen natuurlijk. Ja. Het liefst dat ze kampioenen worden. Ja, dat ken je nou niet meer, hè? Nee, nu niet meer. Nee, dat gaat er niet meer worden. Dat gaat er niet meer worden. Maar volgend seizoen? Maar volgend seizoen geef ik ze wel een goede kans. Met die nieuwe trainer. Maar denk je dat het nog wel wat gaat worden? Nou, dat het wat gaat worden. Ik heb gisteren echt met tranen in mijn ogen. Heb ik naar Giovanni van Bronckhorst, die arme jongen eigenlijk. Ja, hij is nou voor de groep gezet. En dan moet hij nog, iedereen zag dat Kazim op dat moment. En dan moest hij nog van meneer Van Geel hem gaan verdedigen. Omdat Kazim zijn man is. Ja, dan kijk ik tranen in mijn ogen, want het is duidelijk dat het gewoon helemaal niks was. En volgens mij heb Van Bronckhorst ook niet weinig te zeggen. En dat is meneer Van Geel en die aan de touwtjes trekt. En daardoor gaan we, ja, zomaar op z'n Rotterdams gezegd, op dit moment naar de kloten. Heeft u de wedstrijd van gisteren gezien, van Feyenoord? Nee, heb ik niet gezien. U bent wel ook geen Feyenoord-fan? Nee, niet echt. Want ik kom hier niet uit Schiedam. Waar komt u dan vandaan? Nijmegen. En voor welke club bent u? NEC, hè? Ja? Ja. Dat is helemaal uw clubje. Nou, nee. Nee. Ik zit al 40 jaar hier in Schiedam. Dus. Oh, u woont hier wel. Heeft u dan niet de kleine liefde voor Feyenoord? Nee. Ik moet kijken voor mijn schoonzoon, anders
Dan zou u helemaal niet kijken? Nee, beslist niet. Nee. Dan kijkt u niet omdat u vindt dat ze slecht zijn of omdat u er gewoon niks mee heeft? Ik heb er niks mee. Hij had nog nooit in de spits gestaan. Als ik een restaurant ga beginnen en ik heb een kok die nog nooit in de keuken heb gestaan. En ik moet die als kok, dan weet je toch dat dat fout ging. En meneer Van Geel die hield mij vast van Kazim, Kazim, Kazim. En iedereen ziet dat we daar geen aanspeelpunt hebben. Iedereen ziet dat we geen spits hebben. Daarom is Fred Rutte ook weggegaan. Fred Rutte is weggegaan omdat hij niet kon communiceren. Hij kreeg niks. Kreeg hij voor elkaar bij meneer Van Geel. Meneer Van Geel, blijkbaar houdt hij zijn centjes vast dat zijn vrouw moet gaan shoppen. He, dat zijn vrouw, want hij blijft kijken, kijken, kijken en niet kopen. Het hele jaar door. Meneer Van Geel, en nu zie je het resultaat. Het gaat helemaal naar af. En alle dankzij meneer Van Geel. En elke keer hebben spelers zich aangeboden, Dost, Guidetti. En natuurlijk, we hadden eerst geen geld, we hadden nu wel geld. Hij komt, maar hij heeft niet gehandeld. Hey, mag ik u vragen of u een Feyenoord-fan bent? Ja, jammer hè. Wat vond u van de wedstrijd van gisteren? Ja, het ging wel allemaal, maar ja, we staan nog weer op de derde plaats. Hè. We zijn nog niet helemaal bovenaan. Hè. Nee, denkt u dat het nog wat gaat worden? Nou, met een nieuwe trainer, laten we het hopen. Ja. Wat zou u de nieuwe trainer willen vertellen? Nou, veel sterkte en goed die jongens onder de duim aan en laten werken voor de centen. Ja. En dan niet freumelen, maar goed aanpassen. En niet commentaar leveren op de trainer, want dan moet je zelf trainer worden. Wat zou u tegen meneer Van Geel willen zeggen? Nou, opgerot en wegwezen. En dan wordt het allemaal gewoon beter. Dan gaat het beter worden.